Ruim een jaar geleden werd het al aangekondigd, ook de kerk in Breedeweg gaat sluiten. Het teruglopend kerkbezoek en de oplopende kosten maken de verkoop van de kerk noodzakelijk. En ook dorpshuis De Sleutel zal worden verkocht. 31 december vond een slotviering plaats met medewerking van diverse koren en fanfare Jubilate Deo. En met het uit de kerk dragen van de Montrans met het Allerheiligste, het Evangelieboek en de paaskaars, kwam een einde aan bijna 90 jaar kerkgeschiedenis. Het kerkhof en de Mariakapel zijn blijven wel beschikbaar. En zo zijn we samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom op deze bijzondere afscheidsviering, waarin wij de Sint-Antoniuskerk aan de eredienst zullen onttrekken. Welkom aan het bestuur van de parochie en voormalige bestuursleden. Aan alle vrijwilligers die deze parochie gedragen hebben, op wat voor manier dan ook. Aan oud-pastores en vertegenwoordigers van de gemeente en verenigingen. Aan alle mensen die zich verbonden voelen met de Sint-Antoniuskerk. Fanfare Jubilate Deo, seniorenkoor De Sleutelbloemen en koor Horst Sion Breedeweg. Ook jullie van harte welkom en fijn dat jullie deze viering muzikaal willen opluisteren. In het bijzonder willen wij verwelkomen pater Kees Bruin, die vandaag afscheid zal nemen. Ook Pierre Ronden zou dat vandaag doen. En ter nagedachtenis aan hem hebben wij een bos bloemen voor hem neergelegd op de stoel vlak bij de bel waar hij altijd belde. Na vandaag zullen er geen vieringen meer in dit gebouw plaatsvinden. En dat roept veel op. Verdriet. Herinneringen aan wat hier allemaal heeft plaatsgevonden. Ook in ons leven gebeuren er dingen die goed zijn en dingen die pijn doen. En misschien hebben wij anderen pijn gedaan. Ook in de geschiedenis van deze kerk waren er vreugdevolle momenten en verdrietige momenten. En juist nu is het moment gekomen om stil te staan bij die momenten die vergeving nodig hebben. Met dit afscheid markeren we een markante periode van deze kerk en van de Brede Weg. Maar we gaan ervan uit dat dit niet het einde is van de geloofsgemeenschap. We gaan als parochie in vrede samen verder. We gaan deze kerk plechtig verlaten. De monstrans, Peter mag jou vragen om de monstrans te halen en daarin de Allerheiligste neer te zetten die we hier op het altaar hebben geplaatst liggen. Het evangelieboek wordt meegenomen. De reliquieën, Teun, of waar liggen ze? Ah, daar. Teun, mag ik jou uitnodigen om officieel de kaars uit te blazen. Dat hoort bij het bewaren van het Allerheiligste. Dan wil ik iedereen uitnodigen om
positie op te nemen hier midden in de gang. En u bent allemaal uitgenodigd koffie te drinken.